So don't you worry. Als het goed is, was het de pre-order. Zo niet, dan is het wat fout gegaan met de naam van de jas. Want hij heeft tot en met woensdagavond op pre-order gestaan. De groene jas. Ik heb de Nee Bomber even niet bij de hand. En kijk, heel deze bak loopt te wachten op hun order. Om orders en de kast hier achter mij. Die. Want daar zijn nog bijproducten bij. Mag ik een Lea soft scarf of white? Oh, dan moet ik ook een M hebben van die grijze. Laat maar. Ja, laat maar. Want ik heb geen. Ik heb die M zit in die andere. Mag ik bij jou een grote zak? Ja. Yeah. Ik weet niet of ik hem in Bordeaux krijg. Ik heb nu geel en off-white. Hé, met welke broek? Ik heb nu de Roxy jeans aan. Echt een heel mooi model. Je toe van je kantoor. Mijn kantoor is nu echt een hele grote bende. Echt een hele grote bende. Dat wil je echt niet zien. Nou, hij is niet dicht. Worden de pakketten opgehaald of moet je allemaal zelf? Nee, ze worden opgehaald. Die groene jas van de wintercollectie heeft telkens een andere leverdatum. Ja, die worden morgen allemaal verzonden, meiden. Dit was een pre-order. Maar ik dacht dat het de pre-order was voor donderdag. Maar donderdag waren ze niet geleverd. Dat heb ik ook gedeeld. En nu worden ze allemaal ingepakt. Oh, ze zijn weer op voorraad. Wat is op voorraad? Wordt die vandaag nog ingepakt met de levering van morgen? Ja. Alles wordt morgen verzonden, meiden. Waar heb je met gewoon in de mediamarkt. Ik ben ze nu in ieder geval allemaal aan het inpakken, meiden. Die jassen. Die puffer Quinty. Ik begrijp de verwarring, maar ik wist ook niet dat ze donderdag niet geleverd zouden worden. Dat was echt wel even jammer, maar ja. Dat was maar even zo. Oh ja, de vintage jeans had je besteld. Zo lang op gewacht. Eindelijk heb je hem. En in de sale. Want hij is afgeprijsd, toch? Simaatje. Simaatje. Ik heb ook geen S meer zwart. Moet ik ook even pakken. De Roxy, nou ik vind hem tussen mid-waist en hij is wel high-waist. Ja, nee, hij is high-waist. Simaatje. Kijk hier. Ja, dan moest ik off-white hebben. Maar dat is niet off-white. Nee. Doe jullie aan samenwerkingen? Ga ik even koekeloeren. We doen wel samenwerkingen, maar echt heel soms, maar eigenlijk echt bijna niet.
Dit is de Quinty pufferjas in maat S. Ik hoop ze snel weer aan te vullen, jongens. Ik bedoel meiden. Mocht je er nog één willen, zou ik zeker je restock alert aanzetten. Want die jas, ik geloof echt dat als die online komt, dat die weer mega hard gaat. En ik kan niet beloven dat ik dan nog een restock kan doen. Dus ja, ik zal zeker je restock alert aanzetten voor die jas, voor je maat. Hey Luna. Je kan ons altijd een bericht sturen, maar we wijzen eigenlijk echt heel veel mensen op dit moment af, omdat we gewoon simpelweg geen tijd voor hebben. Want dan moet ik natuurlijk contact met jullie houden en... Ik weet... Hi. Wil je dat? Hoe kom je hier ineens bij, joh? Maar... En dan, wat heeft het voor meerwaarde? Ja. Mag ik hier even over nadenken? Oké, ik ga er even over nadenken, ja? Ciao. Bye. Thibau? Ik zit niet in Utrecht. Kun je de Roxybroek aan? Ja, maar kan. Als je vandaag bestelt, heb je het dinsdag in huis, meid. Als het goed is, hè. Echt highways, dan moet je meer naar... Ja, eigenlijk is... Noor... Ja, eigenlijk is heel veel wel. Highways. Maar... Mijn halve kledingstap bestaat inmiddels uit allemaal... Ah, dat is zo leuk. Dat vind ik echt leuk. That's very nice. Basic thick earrings. Waar zou ik jullie... gewoon een mailtje kan je het beste sturen. Ja, een mailtje. Ja, hij is weer helemaal plat. Ja, alles is waterdicht. Oh jongens, trouwens, er is dus weer een video van mij genakt. Met die jas aan. Bestel er alsjeblieft niet, want ik had het ook met die Olivia jeans. Toen werden jullie allemaal opgelicht. Je krijgt namelijk niks in huis. Ja, ik wil het niet iets van dat je die Quinty pufferjas voor 50% korting kan kopen. Nou, in your dreams. Want je krijgt niks opgestuurd en... Ik ben bang ook dat jullie gewoon gelijk jullie geld terug kwijt zijn. Je mag het van me uitproberen, maar ik raad het absoluut niet aan. Want met die Olivia jeans kreeg ik ook allemaal berichten. Van, ja, ik heb bij jou besteld, maar ik heb niks binnengekregen. Toen dacht ik ook van, ja, maar je hebt helemaal niet bij mij besteld. En toen, ja, ik vergeet de oorbellen ook, zie je het. Sorry, kom op! Ik zag het pas later. Ja, omdat anders moet die jas weer...